Welkom bij de uitleg over Europese integratie. Vandaag gaan we het hebben over de verschillende gradaties van economische integratie, dus van veel naar van weinig naar veel integratie. We gaan kijken waarom we überhaupt een Europese Unie en een Europese Monetaire Unie hebben. En we kijken ook even naar oorzaken van spanningen binnen de Europese Unie. Dit is een schema met diverse vormen van economische integratie. Zet hem hier gerust een keer stil de video om nog even te kijken. Maar hiervan gaan we nog enkele uitgebreider behandelen. De eerste is eigenlijk een situatie met geen samenwerking. Stel je hiervoor op de afbeelding heb je drie landen, A, B en C. En elk van die landen heeft zijn eigen douanetarieven. Dus als je iets wil exporteren van A naar B, dan moet land A 5% invoerheffingen betalen. En van C naar A, dan moet land C 6% betalen. Dus ieder land heeft zijn eigen tarieven, geen integratie, geen samenwerking, geen afstemming. Een volgende stap is het opzetten van een vrijhandelsgebied. Hier hebben de landen A, B en C besloten dat handel onderling niet belast gaat worden, dus geen importheffingen daarop. De buitentarieven voor de andere landen zijn nog wel verschillend. Bij een douaneunie zijn de buitentarieven ook hetzelfde geworden. Dus een douaneunie kent geen binnentarief en een gemeenschappelijk buitentarief. Als we nog verder gaan, dan komen we tot een gemeenschappelijke markt. In principe is dat een douaneunie met vrij verkeer van arbeid en kapitaal. Een economische unie gaat nog een stapje verder. Die heeft naast het vrij verkeer van arbeid en kapitaal ook een gemeenschappelijke economische politiek en gemeenschappelijke instellingen. Als laatste de monetaire unie. Dat is dan weer een economische unie met één munteenheid en dus één centrale bank die het monetair beleid uitvoert. In ons geval is dat de ECB. Nou, waarom hebben we nu een economische en of een monetaire unie? En een economische unie is eigenlijk vroeger begonnen. Eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, een periode met heel veel spannende oorlogen binnen Europa. En toen hebben ze eigenlijk bedacht, als de grote landen als Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië nou samen gaan werken, dan ontstaat er misschien minder snel een oorlog in de toekomst. Verder leidt dit tot meer onderlinge handel, dus meer productie, meer werkgelegenheid en meer welvaart voor de deelnemende landen. Daarnaast die toegenomen concurrentie tussen die landen leidt tot efficiëntere productie, minder prijsstijgingen, dus minder inflatie. En dat is goed voor de koopkracht van mensen. De volgende stap, die monetaire unie. Dat gaat eigenlijk vooral om het voorkomen van wisselkoersrisico's en transactiekosten bij het omwisselen van valuta. Daarnaast met één munt, dan krijg je echt een grote gemeenschappelijke markt. Daarmee kunnen Europese bedrijven meer winst maken, een grotere klantenkring bedienen en zich dus beter ontwikkelen om te concurreren met andere grote bedrijven uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten of China. Nou, in 2020 hebben we op dit moment 27 lidstaten in de EU en 19 lidstaten in de EMU. In principe hoef je dat niet van buiten te leren voor een toets, maar misschien even goed om het kaartje te bekijken. Toetredingseisen. Als een land lid wil worden van de Europese Unie, dan moet ze in principe alle Europese wetten overnemen en kunnen uitvoeren, zelf een stabiele democratie en rechtsorde hebben, minderheden mensenrechten respecteren en heel belangrijk ook die concurrentie op die vrije markt van de andere bedrijven uit de EU aankunnen. Als een land ook lid wil worden van de EMU, moet die bovendien een financieringstekort van niet meer dan 3% van het BBP hebben. Dit noemen we ook wel weer het EMU-tekort. En de schuld van de collectieve sector mag in principe niet meer zijn dan 60% van het BBP. En verder moet het land ook voldoen aan diverse eisen op het gebied van inflatie, rente en de wisselkoers. Maar inflatie mag niet, net als de rente, niet te veel afwijken van de landen die nu in de EMU zitten. En de wisselkoers moet voor een bepaalde periode binnen een bepaalde bandbreedte met de euro blijven.
Ten slotte spanningen binnen de EU, binnen de EMU. Belangrijkste oorzaak is eigenlijk de divergentie, de verschillen tussen lidstaten. Belastingstelsel, de economische structuur en de cultuur zijn in landen als Griekenland heel anders als een land als Nederland of Duitsland. Dat geeft aanleiding tot discussies, ergernissen en onbegrip. Verder is er nog zoiets als afdragen en ontvangen. Heel belangrijk, elk land staat een deel van zijn BBP af, onder andere als bijdrage aan de EU, maar ontvangt ook subsidies voor diverse projecten. Dan wordt er wel eens gezegd bij de noordelijke landen dat ze relatief meer betalen, dus meer afdragen, terwijl de zuidelijke landen meer ontvangen. Verder een NIMBY, not in my backyard. Dat wil eigenlijk zeggen dat veel landen allerlei dingen prima vinden, zoals de opvang van vluchtelingen in Italië, zolang het maar niet bij hun gebeurt. Dus enkele tijd geleden kwamen er heel veel asielzoekers in Italië aan en die kwamen eigenlijk niet verder Europa in, want veel landen lieten een beetje bij Italië liggen, dus die wilden Italië niet echt steunen bij het opheffen van dat, bij het oplossen van dat probleem. Het landbouwbeleid was heel kostbaar, daar heeft Nederland in principe wel flink van geprofiteerd, maar dat wordt nu sterk verminderd. Betalingsbalans onevenwichtigheden bij EMU-landen, door die vaste wisselkoers verdwijnen die niet meer vanzelf. En de Brexit, Groot-Brittannië heeft de EU in principe verlaten op 31 januari 2020 en die overgangsfase die eindigt op 31-12 van 2020. Ik hoop dat jullie weer wat geleerd hebben en tot een volgende keer.